voorbeeld van de maand in juli zijn we in het mooie Waterrijk in Woerden. De kunstenaar heet Aston Camilleri en de titel van het werk is The Voyage en Zeereis. Nou, wat natuurlijk het eerste opvalt, als ik hier bij het beeld sta, is natuurlijk de inkeping hier aan de voorkant. Het nodigt uit om op te gaan zitten en niets is minder waar, want ook dit beeld is een van de 12 beelden die gemaakt is in het symposium van Sitting Art in 2007. We hebben de afgelopen maanden meerdere beelden van dit symposium behandeld. Dit zal een van de laatste beelden zijn. En naast de vorm van de inkeping valt ook de kleur op. Deze is namelijk goud gespoten. U ziet het nog een beetje aan de zijkanten hier. En hier ook nog een beetje. Het is wel minder egaal dan dat het eerst was. Maar het kan betekenen dat er juist veel mensen op hebben gezeten. En dat is een goed iets natuurlijk. Nou, over het algemeen is het beeld rechthoekig zoals u kunt zien. De hoogte is 1,30, de diepte is 1,20 en de lengte is 1,80. Nou, er zit ook een beetje kleurverschil in, niet alleen op de inkeping nu, maar ook op het beeld zelf. Dit is door natuurstenen, het is verder niet erop gespoten. Hier is het een beetje bruinig en hier is het gewoon wat grijzig van de natuurstenen zelf ook. Verder is het beeld erg ruw gelaten. De linkerkant is wat hoger dan de rechterkant. Het kan te maken hebben dat het beeld zo is afgezaagd. En aan die kant van het beeld zitten ook twee inkepingen. En aan de zijkant en achterkanten is het wat ruwer dan de bovenkant. Nou, de kunstenaar heet, zoals ik net al zei, Aston Camilleri. En hij is afkomstig uit Malta. En als beeldhouwer is hij ook schilder en heeft hij ook video- en installatiekunst gemaakt. En naast het beeld in Woerden kunt u hem herkennen uit werken uit de grote kerk van Den Haag. Maar hij heeft ook in heel Europa beelden gevestigd. Nou, na het symposium Sitting Art, waar de kunstenaar overigens tweede is geworden, mag ook even gezegd worden, moest het beeld natuurlijk ergens heen. En de sponsor van het beeld heet Multi Vastgoed. Het is een vastgoedbedrijf, een van de beste zeggen ze in heel Europa. En specialiseert zich in kantoren, winkelcentra en dus ook kunst. En zij hebben het op zich genomen, de financiële lasten, om het beeld van waar het gemaakt is naar hier te brengen. En door hen staat het nu waar het staat. Naast dat het beeld een esthetische waarde heeft, functioneert het ook als bankje, zoals u kunt zien. En de naam, de zeereis, de voyage, is eigenlijk geïnspireerd op dat een mens zich altijd maar aan het voortbewegen is en altijd van plek A naar plek B gaat, altijd een bestemming nodig heeft. En de kunstenaar heeft zich eigenlijk laten inspireren door migratiestromen. Dat was voor hem heel belangrijk, omdat hij ook voor 2007, wanneer het gemaakt is, hij zich laat inspireren en onderzoeken de migratiestromen van Malta naar andere delen van Europa en de wereld. En daar haalde hij dus de inspiratie vandaan. Nou, voor de oplettende kijker onder ons kunt u misschien merken dat het een paradox voorstelt. Want aan de ene kant staat het dus voor het voortbewegen van de mens en naar het bestemming gaan. Maar aan de andere kant, zoals u al ziet, ik beweeg nu niet. En het fungeert ook als een bankje, dus dat is dus een paradox. En naast de paradox laat het ook veel dualiteit zien. Aan de ene kant de kleur goud, dat staat in de geschiedenis van de iconografie voor heiligheid en vorstelijkheid. Denkt u bijvoorbeeld aan de laat-middeleeuwse vroeg-renaissance schilderingen, de religieuze schilderingen waar de hemel goud is geverfd. En ook kunt u denken aan Christus op een gouden wereldbol die naar de hemel gaat. En dus dat staat dus erg in contrast, vooral met het harde beeld en de ruwheid van het beeld, vooral omdat het goud ook wat vloeibaar lijkt. Dan wil ik als laatste nog even wat zeggen over de plek waar we nu zijn. We zijn dus in Waterrijk en het staat niet echt op een drukke straat. Er zijn niet heel veel mensen die langskomen. Maar het is zeker wel de moeite waard dat het een prachtige omgeving is. U kunt verder op een hapje gaan eten of gaan drinken. En u kunt hier een mooie wandeling maken, hier of bij de plas. En als u dan onderweg bent naar een bestemming, kunt u hier even een pauze nemen. En kunt u even van het mooie uitzicht genieten. Nou, dit was het weer voor deze maand. Volgende maand zijn we weer met een ander beeld. En u kunt ons vinden op YouTube en in de Woerdse Courant.